De gemeente Rotterdam werkt graag aan een veilige en duurzame toekomst op het gebied van de mobiliteit. We staan op dit moment op de Wilhelminakade, waar meerdere fietsers en voetgangers kruisen in combinatie met het drukke autoverkeer. We willen graag de snelheid aanpassen in de binnenstad. Dat kunnen we doen door de inrichting van de weg te veranderen door middel van bochten en drempels. Maar dat kost te veel tijd en geld en daarom willen we meer op het gedragscomponent zitten. En daarom deze pilot, de Safe Drive Zones, om het gedrag van de bestuurder aan te passen door middel van in-car berichtgeving. Wat we vanuit BMW willen bereiken met deze Safe Drive Zones pilot is een bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit in de stad van de toekomst. En dat gaan we doen door middel van communicatie met BMW-rijders op drukke punten in de stad. En daar willen we eigenlijk zorgen dat men zich bewust is van de omgeving waarin je rijdt. En dus daarmee ook eigenlijk het gedrag aanpast op momenten dat dat noodzakelijk is. Het is fijn dat steeds meer deelnemers zich zullen aanmelden voor deze pilot, de Safe Drive Zones, zodat we steeds meer data binnenkrijgen. Met deze data kunnen we de verkeersveiligheid en de doorstroming in de binnenstad van Rotterdam doen vergroten.